Kan niet meer babbelen. Opnieuw. Ik was hier goed bezig. Demi me heel van de kaartjes mee. Mijn naam is Karen, ik ben vriend landmeter bij Meted. Ik werk voornamelijk op het hoofdkantoor, maar ik spring ook in voor andere landmeters binnen Meted. De functie vriend landmeter houdt in dat je vooral flexibel moet zijn. De planning wijzigt dagelijks of wekelijks, maar voor mij is dat persoonlijk geen probleem. Ik vind het juist zo vrij variabel en maakt het spannend en leerrijk en boeiend. Ik meet bestaande toestanden op, zoals deze. Ik zet ook vaak dingen uit op werven. Ik doe ook iets zottere projecten, zoals op boten meten of scannen. Ik meet vandaag een bestaande toestand op, dus dat houdt in dat ik gewoon het terrein in kaart breng. Dus dat houdt van bomen opmeten, verharding, de huizen, de grenzen, ja, alles wat er te meten valt. Dus, nadien wordt dat gewoon in 2D of soms in 3D in kaart gebracht en er worden doorsnees bepaald. En afhankelijk van welk doel de meting heeft, ja, er bepaalde specifieke eisen gebracht of niet. Dus, ja, elke opmeting is anders en voor mij is dat al een hele boeiende, leerrijke uitdaging om telkens iets anders op te meten. En dat is mij ook de kans geven en de tijd daarvoor. Ik heb eerst 3 jaar agro- en biotechnologie gestudeerd in Rutselare. Maar ik was ja, toch ergens geneigd van toch landmeetkunde te doen, omdat mijn opa landmeter was. En ik was een beetje getriggerd door de oude landmeetkunde te staan bij ons in de woonkamer. En vandaar toch een jaartje geprobeerd in Gent. En ik was er voor alles door en ben gewoon doorgedaan. En ik heb er tot nu toe geen spijt van. Ik vind het echt een toffe, flexibele, variërende, uitdagende job. Dus, ja, ik vind de sfeer bij Meted vrij los en goed en daardoor voel je ook snel op je gemak. En heb je een keer een klein vraagje, is dan er niet van maken om van je te helpen. Je kan ze altijd bellen, ook van op terrein. Er is altijd wel iemand die beschikbaar is om mee te helpen. En op kantoor zelf ook. Ja, ze zijn vrij flexibel. Je mag altijd met je vragen terecht.